Reeds voor de stormvloed in februari 1953 waren plannen in voorbereiding om de veiligheid van ons land tegen overstroming te vergroten. Bij de beveiligingsplannen werd tevens beoogd de steeds voortschrijdende verzilting van een belangrijk deel van ons land tegen te gaan. Bij de vele vreugden van ons lageland aan de zee zijn er dus ook de nodige problemen. Naast het overstromingsgevaar worden onze laaggelegen polders met elke golfslag meer en meer met zoutwater geïnfiltreerd. Landbouw, veeteelt en tuinbouw ondervinden hiervan de schadelijke gevolgen. Daarnaast vergt de voortschrijdende industrialisatie en de steeds intensievere bewoning van ons land steeds meer zoetwater. Voor een deel wordt dit zoete water opgepompt uit de duingebieden. Door afdamming van de zeearmen wordt de kustlijn gesloten en wordt grotere veiligheid verkregen. Achter de dammen ontstaan zoetwatermeren, waaruit het water in de polders kan worden ingelaten. Hierdoor kan verzilting afdoende worden bestreden. De eerste fase in dit grootse werk zou de afdamming van de Pielse Maas worden. De wetenschappelijke afdeling van Rijkswaterstaat bereidde het werk voor. De 2 kilometer lange dam zou het eiland Voorne verbinden met het duingebied van het eiland Rozenburg. Het zoute water, dat door de dam in de Pielse Maas zou worden tegengehouden, zou echter via de Nieuwe Waterweg toch het achterland kunnen infiltreren, zodat ook de botlek door het dam moest worden afgesloten. Proeven in het waterloopkundig laboratorium toonden aan dat men de dam het beste met caissons kon opbouwen, die op een later tijdstip in het dijklichaam worden opgenomen. Het laatste gat in de dam zou dan met een phoenixcaisson moeten worden afgesloten. De dijk werd op de traditionele manier uitgebouwd door het opwerpen van perskaden waartussen een zandlichaam werd opgespoten. De zandige bodem ter plaatse van de toekomstige dijk werd tegen uitschuring beschermd door zinkstukken en stortsteen. De toenemende stroming in het sluitgat maakt de toepassing van voorgefabriceerde betonnen caissons met een eigen gewicht van 120 ton per stuk voor de uitbouw van dijkskoppen noodzakelijk.
afsluiting van de botlek werd met caissons uitgevoerd. Met zand werd het dijklichaam afgebouwd. De in de Maas geplaatste caissons werden gevuld met kleileem om de stroomsnelheid te kunnen weerstaan. Per helikopter werden de stromingen langs de caissons geobserveerd en bestudeerd. Was al te zien dat men de volgende dag slecht weer zou hebben. Maar in verband met alle voorbereidingen moest het werk voortgang vinden. Eerst werd de meer dan 3 miljoen kilogram wegende sluitcaisson door sleeboten tegen de zuidelijke oever getrokken. Daarna werd het gevaarte centimeter voor centimeter in een scharnierende beweging in het sluitgat gebracht. Door het openen van afsluiters in de bodem van het caisson werd water in de betonkolos toegelaten, waardoor hij muurvast in het sluitgat aan de grond werd gezet. De laatste openingen werden zoveel mogelijk gedicht met stortsteen. Langs de caisson werd nu zand opgespoten, waardoor als spoedig een strandje werd gevormd. Aan beide zijden van de caisson werden nu kaskaden opgeworpen, waarna er tussenliggend gebied, dus ook de caisson zelf, vol zand werd gespoten. Kleinere caissons zijn door het onafgebroken zandspuiten al vrijwel aan het oog onttrokken. Het treintje werd nu klei aangevoerd voor de afwerking van de dijk. Aan de teen van de dijk werden kraagstukken van rijshout aangebracht. De voet van de dijk werd voorzien van een verdediging van basaltzuilen. Daar waar de dam werd gesloten, werd een monument opgericht. Een oorkonde werd door Hare Majesteit de Koningin in de voet van het monument aangebracht.
Deze ruim 2 kilometer lange dam verspert nu de weg aan het opdringende zeewater. Hoe belangrijk dit is, bleek toen 2 jaar na de voltooiing van dit werk de watersnood van 1953 het zuidwesten overviel en de belangrijke delen van de eilanden dankzij de aanleg van de dam bespaard bleven. Deze ramp was de stoot tot het aanpakken van het 25 jaar durende plan tot algehele afsluiting van de zeegaten in het zuidwesten. Het leerrijke voorstel hiervoor werd opgevoerd met de afsluiting van de Brielse Maas. Naast zijn functie als zoetwaterbekken en recreatiecentrum in het overbevolkte westen van Nederland, is het Brielse Meer voorbestemd een grote rol te spelen in de ontwikkeling van de wereldhaven Rotterdam en het gehele Delta-gebied.